Vandaag gaan we naar de Prambanan, de beroemde Hindoe-tempel op Java. Het Prambanan-tempelcomplex is vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 9e eeuw. Het oorspronkelijke complex bestond uit 232 gebouwen en is verschillende malen getroffen door een aardbeving. Gelukkig zijn de hoofdgebouwen weer volledig hersteld. We hebben weer een geweldig Nederlands sprekende gids, vergezeld van enkele leerlinggidsen. Eigenlijk bijna dezelfde tijd. De bouw van de tempel is waarschijnlijk bedoeld om tegenwicht te bieden aan de boeddhistische Borobudur, eveneens gelegen iets boven Jakarta. De man mee die ik al verteld heb, 27 mei om 5 voor 6. Zoveel beschadigd. Kijk, de top van de tempel is zoveel gevallen. Ingang van de tempel bedekt door de steen van boven. Vliegt hem afleider kapot. En zoveel schuur. Ja? En op de top van de tempel biedt het scheef naar links. Zoals een scheve toren van Pisa in Italië. Of scheve kerk van... En in het midden, dat is de hoofdtempel, is Shiva. Linkerkant de Brahma-tempel. Rechterkant is de Vishnu-tempel. Dus we hebben drie hoofdtempels, Brahma, Shiva, Vishnu. Met drie tempels tegenover is drie transportieren tempels. Of een rijdieren tempel. Of een vervoer tempel. Zwaan, stier en de Garuda. Zwaan is van Brahma, stier van Shiva en Garuda adelaar van Vishnu. Maar, jammer, dus nu alleen de figuur van stier in het midden is nog goed gebleven. In de kamer, men kan weer zien. Zwan en de Garuda zijn weggevlogen. Ja, misschien die beiden zijn naar Schiphol gevlogen. Ja. De hoogste, Shiva de hoogste, de overste, met vier handen en drie ogen. Zijn derde oog op zijn voorhoofd. Shiva is van ooit geslacht. En hij kijkt naar het oosten dat weken, naar de richting van de reizende zon. Dus alle leven begint met oosten. Tweede kamer, maar geen parlement. Kamer in figuur Brahma, de schepper, ja, dus de, met de vier hoofden en vier handen. Dus vier hoofden en vier handen, een symbool van vier windrichtingen, of vier elementen leven. Die bestaat uit water, de grond, of de aarde, vuur en de lucht. En dan hij kijkt ook naar het oosten, dat betekent naar de richting van de reizende zon. En in de linkerhand dan brengt hij de waterkraak, de water, symbool van het leven. En dan hij staat ook op het lotusbloemen, dus de heilige bloemen. Dus we weten dat alleen goden op de lotusbloemen staan kunnen. Gewone mensen, daar kan niet staan. Altijd zeggen naar beneden. De Hindoe heeft drie hoofdgoden. Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma is de schepper van de wereld en het universum. Vishnu is de schenker en broeder van het leven. Shiva is de brenger van dood en verwoesting van het materiële universum, dat door zijn vernietiging de voorwaarden schept voor vernietiging. En dan onderweg dan ontmoeten ze de vogel Garuda adelaar.
En dat is de vogel en de koning van de demon vechten. Maar de vogel verliest in het gevecht. Dat is de eerste episode. Hè? De volgende episode, Rama vraagt aan de witte aap, Hanuman, naar Sri Lanka te gaan. Omdat de witte aap vliegen kan. En dan hij vliegt naar Alengka. Daar ontmoet de witte aap Sita. En dan de witte aap vertelt aan Sita. Bijvoorbeeld als Rama vraagt aan de witte aap om naar Sri Lanka te gaan. En dan Rama zo, op hier. En dan witte aap, ja, Hanuman zegt, ja, ik wil doen. Dat doe ik hem zo. Dat doe ik hem, ik wil doen. En dan als wij horen, luisteren, jullie spreken, ja, ik hoor. Onze gids kan zeer boeiend vertellen. Maar hij blijkt vooral een gepassioneerd Javaans danser te zijn. Zo, en zo. Moeten ze mij ook in voor? En dan als we aan de meneer kijken, ja? Dus kijken is zo. Pulap, pulap, ja? Wie is dat? Zo. Zo, ja? Of deze, ja? Zo, wie is dat? Dat is eigenlijk dat is verplicht tegen de zon als we kijken. Wie? Ja. En dan als we aan de God bidden, dus praying aan de God, noemen we de sembahan. Ja? Praying aan de God. Deze positie. Dan zo. 1, 2, 3. Dan zo, zo, zo. Zo, 1, 2, 3, zo, 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 zo. Dat is beter. Ja, dat is beter. En Sunan, dat is een Rama en Sinta Sunan. Met deze positie, ja, zo. En dan met deze haar, dan zo. Maar dat betekent dat is Sunan, zo, 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 zo. Sunan, hè. En als we naar de lucht vliegen, dan gebruiken we altijd met een sjaal of een slindang. Ja. We kijken altijd naar beneden. Dus ik ben als een vogel, of de koning van de demon, als hij vliegt, zo. Zo, 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 en kijk naar beneden. Dat betekent dat is zo vliegen. Met deze zo, zo, zo. Vliegen naar beneden. En er zijn twee die lopen. Lopen voor de man en lopen voor de vrouwen. Voor de mannen, de voet is altijd erg hoog en de teen beetje zo. Ja? Ja. Als we lopen is zo, ja? Zo, en dan zo. Eén, ja? En dan twee, en dan drie enzovoort. Maar voor de vrouwen en langzaam met een jarik of een sarong, is dat zo. Zo. En dan zo, zo, ja, zo, zo, zo. Oké. Of deze drie sec noemen wij, klein. En dan aan verplaatsen deze plaats, naar de plaats noemen wij, kijk, zoals Michael Jackson. De vorm, dan zo. Ja. Michael Jackson. Verplaatsen, gangster noemen wij. En dan als wij boos op iemand zijn, speel Java de... Als wij boos op iemand zijn, de hem of de kous, vertrek boven. Met een gespier, ja. Met een sterke ogen, sterke lichaam, en dat de voorbeeld zo, maar in de dag is de koning van de demon. Zo, dat betekent ik wil het doen. En dan zo, zo, en dan Sinta zegt, nee, ik wil het pakje. Ik wil het niet kijken en spontaan zo. Weet je niet. Nee, ik wil het van jou en met deze zaal zo. Mooi, hè? Dat is Shiva en de andere is Brahma. Ja, het was een mooie dag bij de Prambanan-tempel.